Mensen met een ernstige psychische aandoening hebben een verhoogd metabolrisico, bijvoorbeeld op een hoge bloeddruk of diabetes. In dit onderzoek hebben we gekeken of leefstijlinterventies de lichamelijke gezondheid van deze mensen kunnen verbeteren. Dit hebben we gedaan door de uitkomsten van 25 verschillende onderzoeken over dit onderwerp met elkaar te vergelijken. Leefstijlinterventies waren gericht op voeding, bijvoorbeeld het voorschrijven van een dieet of in een dagboekje bijhouden wat je eet op een dag. Op bewegen, bijvoorbeeld een personal trainer, een stappenteller of een abonnement op de sportschool. En op psychologische interventies, zoals een 1-op-1 advies op maat en motiverende gespreksvoering. Alle leefstijlinterventies bestonden uit één of meer van deze elementen. De resultaten lieten zien dat door leefstijlinterventies het lichaamsgewicht afnam en toename van gewicht kon worden voorkomen. 2 tot 6 maanden nadat de interventies waren gestopt, waren deze effecten nog steeds zichtbaar. Ook werd de buikomvang smaller en gingen de triglyceriden en nuchtere glucose omlaag. Leefstijlinterventies zorgden echter niet voor een verandering in bloeddruk of cholesterol. In 4 van de onderzoeken was ook nog gekeken naar depressie. En na de leefstijlinterventies waren de depressieve klachten afgenomen. Uit de onderzoeken kwam naar voren dat leefstijlinterventies waarbij mensen én in een groep én individueel werden begeleid het beste werkten. Er kwam niet naar voren dat één van de leefstijlelementen effectiever was dan de andere. Oftewel, iets doen is beter dan niets doen.